Een violist op een dak. Klinkt gek, hè? Maar weet u, in ons dorpje Anatevka lijkt iedereen wel een violist op een dak. Iedereen probeert een simpel liedje te krassen, zonder zijn nek te breken. Dat is niet eenvoudig. Dus waarom blijven we daar als het zo gevaarlijk is? We blijven omdat dit dorpje Anatevka ons thuis is. En hoe houden we ons in evenwicht? Al jarenlang, dat kan ik u in één woord vertellen. Traditie! Traditie, 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 traditie. Wie voedt zijn vrouw en kinderen bitter elke dag? Wie bloedt het altijd voort? En wie krijgt respect? Wie is de baas in huis? Wie heeft altijd het laatste woord? De papa! De papa! Traditie! De papa! De papa! Traditie! Traditie! Zonder traditie zouden we in de afgrond storten. Wij krassen ons liedje